ben Joachim van Damme, centrale middenvelder, Waaslandbeheer. In de groep moet ik mij natuurlijk nog wel wat aanpassen, je bent nieuw. Maar vanaf dat ik op het veld kom, doe ik mijn job en probeer ik de anderen ook bij te sturen. Waarin nodig, dan helpt me elkaar om gemakkelijk op te voetballen. Dat is ook een beetje mijn karakter en mijn persoonlijkheid. Dat is een winnaarsmentaliteit, je kunt dat niet op aan of op afzetten. Joachim van Damme voetbalt weer. Na een dopingschorsing van 2 jaar timmert de 27-jarige middenvelder bij Waasland Beveren aan de weg terug. Een verloren zoon is weer thuis. Ik ben hier opgegroeid, ik ben ook al supporter van Beveren geweest. En nog, als je dan hier terug moet beginnen met een goede kern. Eerlijk zijn, prachtig schoen aan het spelen, goede technische staf. Een nuchter bestuur, dan ben ik wel blij dat ik hier mijn kans heb kunnen krijgen. Dus ook we hebben dat op één dag eigenlijk beklonken. Niet te veel moeten discussiëren over van alle dingen. We waren het snel eens met elkaar. Iedereen kent mij ook een beetje van hier, van in de jeugd. En het is een familieclub en je komt elkaar altijd terug tegen. En dat was toen in de tijd we ze samen overgaan naar de eerste klasse. Dat waren hele mooie momenten, die zijn ook nog niet vergeten. En dan natuurlijk, om hier nu terug te komen op het hoogste niveau, wil ik mij absoluut bewijzen hier voor mijn club. Van Damme zag de voorbije 2 jaar flink wat zwarte sneeuw. Plots zat hij daar thuis, zonder werk, en had iedereen een mening over hem. Toen had dat vonnis toen had ze de uitspraken, want er was me altijd gezegd van bevoegde instanties en mensen, en dan vaak bepaalde mensen van 6 maanden, een jaar misschien maximum. En dat voor mij ook wel, dat ik ook wel een gerechtvaardige straf gevonden. Nu hadden ze me met voluit gestraft, maximum. En dan denk je toch wel van 2 jaar, voor de meeste mensen is dit nu ook. Het is precies of het was gisteren gebeurd, maar voor mij is dat een lange lijdensweg geweest. Moeilijke weken, moeilijke maanden gehad. Dus ik ben blij dat ik hier terug ben. Nu aast Van Damme op eerherstel, opnieuw over de tongen gaan als die goede voetballer. En niet als hij die een misstap beging. Al beseft hij dat de weg naar zijn oude niveau nog lang is. We moeten realistisch zijn, ik heb 2 jaar niet gevoetbald. Ik moet heel veel geduld hebben, ook zorgen dat ik niet gekwetst gerok. En vooral hard werken en luisteren wat de technische staf mij vertelt. En dan is het gewoon afwachten totdat ik volledig fit ben en effectief klaar zal zijn voor de eerste klas. Je ziet dat is fantastisch, de mensen allemaal. Hè? Die zijn dat niet vergeten. Hè? En, vroeger was dat een familie, was dat de vriendschap. En daar kwamen ze koffie drinken bij ons in de kleedkamer. Zeggen nogmaals, Beveren is groot geworden doordat ze één geheel waren. Oude liefde roest niet. De Beverse helden van 40 jaar geleden en het geel-blauwe legioen zijn elkaar duidelijk niet vergeten. In 1978 pakte het toenmalige SK Beveren met de beker van België zijn eerste prijs. Nog 13 minuten te spelen. Konings achter de bal. En doelpunt. Janssens. Jaspers. Stevens. En 2-0. Het was een geweldig belevenis op den IJssel. Voor zoveel mensen te spelen was ook de eerste keer dat we dat meegemaakt hebben. Ik weet het nog heel goed wat allemaal gebeurd is. Ja, absoluut. Ja. Architect van het Beverse succesteam was trainer Urbijn Braams. Hij legde de fundamenten waarop Beveren het daarop volgende jaar ook in Europa succes boekte. Ik ben dan in het buitenland geweest ook. En ik moet eerlijk zeggen dat die mensen in het buitenland ook Beveren kenden. En een uitspraak was van Beveren was altijd Beveren, Beveren. En ze weten dat ik trainer geweest ben en Beveren werd goed bekeken als een grote ploeg, een goede ploeg. De bekendste speler van toen is ongetwijfeld doelman Jean-Marie Pfaff. Ik heb hier mijn mooiste jaren meegemaakt en de verdienstelijke jaren. En als je weet dat je tegen Barcelona gespeeld en Inter Milaan, en dat je SK Beveren zo een toernooi mag. Ik ben echt fier dat ik met deze gemeente groot ben geworden bij Beveren en SK Beveren blijft altijd mijn hart. Het was ook in die periode dat SK Beveren zijn bijnaam het kleine Anderlecht kreeg. Generaties vergelijken is altijd moeilijk, maar toch.
boost. Jouw ploeg van in een tijd op zijn top tegen deze ploeg spelen. Wie zou er winnen? Zou ik durven zeggen, ons ploeg van vroeger, denk ik. Misschien is het een beetje overdreven, maar ik zou toch durven zeggen, ja, ben een heel goed ploeg. Ik vind op dit moment inderdaad Standaard een van de drie beste ploegen binnen de competitie. En ze hebben heel veel kwaliteit, ze hebben heel veel kracht ook. En die ploeg is ook nu een aantal maanden eigenlijk met dezelfde 11 jongens altijd aan het spelen. Dus je ziet je automatisme altijd maar sterker worden. Dus het wordt een grote opgave voor ons om de punten hier te houden, maar we gaan ons volledig ervoor smijten. Dus een heel sterke ploeg, hè? Uit het duel proberen te spelen? Ja, liefst uit het duel, want anders is het moeilijk voor onze aanvallende spelers. Natuurlijk, als zij er heel kort op zitten, is dat soms moeilijk. En moet je de juiste ruimtes zien te vinden. Dus daar hebben we heel hard op getraind deze week ook. En hopelijk komt dat er morgen ook uit. Er wordt minder vlot gescoord en achteraan valt wel eens in gaatjes. Zitten er een aantal jongens op een tandvlees of is dat te kort door de bocht? Ja, er hebben een aantal jongens op een tandvlees gezeten. Ik hoop dat het nu terug beter is. Ik had wel dat idee met de training dat ik gezien heb. Nu is verder bevestigen in die match. Maar ja, je hebt die periodes in voetbal en je hebt geen garanties in voetbal. We zijn periodes efficiënt geweest, nooit niet super efficiënt tijdens het seizoen. Maar we hebben op dit moment ook de pech dan dat Charlois hier twee keer binnen de palen shot en twee doelpunten maakt. Dat Kortrijk in de eerste acht minuten twee keer binnen de palen shot, dat twee keer binnen is ook. Voor de rest ook geen kansen ervoor. Of zo. Dus ja, dat is een situatie dat je door moet en je moet wel rustig blijven. Je moet hard blijven werken, maar je mag daardoor ook je vertrouwen niet gaan verliezen. Wie van de spelers van Waasland-Bever legt het snelst ons hindernissenparcours af zonder dat de bal de grond raakt? In de spelersbattle krijgen ze één voor één hun kans. In deze aflevering gaat doelman Mervey Goblet de uitdaging aan. WBTV werd mede mogelijk gemaakt dankzij deze partners.